De vraag is, waar kunnen jullie van genieten? Van genieten van kleine dingetjes. Ik word met een paar dagen 86. Zie je er nog goed uit? Een paar dagen, ja. Maar ik val in het gebruik tegen. maar ik bedoel... Van mijn kinderen. Van mooi weer. Van een terrasje, van een wijntje. Van vakanties. Er is hier wel genoeg te genieten, want er wordt hier erg veel gedaan aan muziek. Ik kan genieten van alles wat de natuur te bieden heeft. Van sport in de natuur. Fietsen, wandelen met de hond. Het is van de herfst en van jaargetijden, daar geniet ik van. Oh, I can enjoy life in heaven met God, met Jesus. Zou u in Wijchen nog iets willen veranderen? Nou, nee, wat zou in Wijchen moeten veranderen? Misschien voor de jongere jeugd, 14 tot 18 zo, ik denk dat er niet echt iets voor is. Toch wel een discotheek of zo, want er is eigenlijk vrij weinig te doen. Ik hoef eigenlijk niks anders te zien, want ik vind Wijchen helemaal goed zoals het is. Ik vind het alleen een afschuwelijk monument wat daar in het water ligt. Dat is Blue Boat? Zogenaamde boot is het, schijnt het te wezen. Het lijkt helemaal nergens op natuurlijk. Oh, what would I change a week? I don't see nothing to change a week. Everything is okay. Mooiere mannen.